Misschien is het wel de meest bekende inwoner van heel de Efteling. Hij is een vriend van velen, alleen Oje Punctueel, die is misschien niet altijd even blij met hem. Vandaag ga ik jullie heel veel vertellen over Pardoes. Hey, hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Michelle en zoals ik net al zei, ga ik jullie vandaag heel veel vertellen over Pardoes. En laten we beginnen met wat basis, wat algemene info. Pardoes is een tovenaar en hij is bedacht door Henny Knoet in eind jaren 80. Hij is sinds 1989 tot 2008 is die mascotte geweest van de Efteling. En hij is hofnar aan het paleis van Pardulfus. En hij is uitverkorene om Symbolica te redden van Pantagoor. En wist je dat er ook een verhaal was van Pardoes? Pardoes werd geboren op het bewoonde gebied van de Nevelwouden. Maar al op jonge leeftijd verloor hij op miraculeuze wijze zijn ouders. Zijn grootvader, magister Syntaxis, vroeg Alishana om zijn kleinzoon onder haar hoede te nemen. Zij zag dat hij iets magisch had, maar voelde ook duistere krachten. Ze besloot zijn afkomst geheim te houden en noemde hem Pardoes, omdat hij Pardoes in haar leven was gekomen. Om de gaven van Pardoes verder te ontwikkelen, nemen Almar en Alishana samen een gedeelte van zijn opleiding voor hun rekening. Op de Toveracademie is Pardoes zo goed dat grootmagister Almar al besloot hem op te leiden als zijn mogelijke opvolger. Zijn reusachtige kennis is grotendeels theoretisch, dus hij moet in de praktijk nog veel leren. Hij spreekt al wel verschillende talen en dialecten en hij kan reisvaartuigen besturen. Pardoes is goedlachs en positief, maar het liefst gaat hij op avontuur. Met zijn tovertwinkels in zijn paarse buidel kan hij toveren en zijn twinkeltors is zijn magische wapen en lichtbron in de duisternis. Zijn kristallen bol laat beelden zien uit het verleden of de toekomst, al zijn ze vaak zo vaag dat hij ze amper van elkaar kan onderscheiden. Hij is erg graag in het bijzijn van Pardijn, die eenzelfde vrije geest als hij heeft. Hij ontmoet haar vaak in het Hartenhof, waar hij de tovenaar is. Hij houdt veel van zijn peetmoeder Alishana, die hij liefkozend Pardoma noemt. Hij wil, wanneer mogelijk, uitzoeken wat er met zijn ouders gebeurd is. Dan gaan we naar de geschiedenis. En de geschiedenis van Pardoes begint, zoals ik eerder al zei, eigenlijk in de jaren 80. Want tot het eind van de jaren 80 was er eigenlijk geen eenduidig beeldmerk en heldere huisstijl in de Efteling. En daar werd langzaam kwam daar wel behoefte aan. Sprookjesfiguren die dekten de lading niet meer bij de bouw van de Python in 1981. Dus ging de Efteling op zoek naar een vaste stijl en voornamelijk een mascotte. In 1984 lijkt de mascotte te zijn gevonden in Joki de Pretneus, zoals we hem nu kennen van Carnaval Festival. Maar dat zwakt weer een beetje af bij de bouw van Fata Morgana in 1986. In 1985 zijn er al de eerste schetsen van Pardoes van Henny Knoet. Echter schaamt Henny zich hiervoor, maar toch grijpt hij zijn kans in 1987 als de nood aan een beeldmerk extreem hoog is. In eerste instantie wordt Pardoes alleen afgedrukt op intern drukwerk. Maar wanneer de samenwerking met de drukkerij van de oude huisstijl een beetje slecht begint te lopen, wordt gekozen om Pardoes mee te nemen in de nieuwe huisstijl. In 1989 vinden we Pardoes voor de eerste keer op briefpapier en treebewijzen, draagtassen en persdocumentatie. En ook als levensgroot personage in het park. Vanaf 1990 zien we Pardoes overal terug in de nieuwe huisstijl. En de populariteit die groeit snel. In 2000 kent 80% van de bezoekers van de Efteling Pardoes al voordat ze überhaupt in het park aankomen. En na het bezoek aan het park kent zelfs 97% Pardoes. En in 2001 is de Pardoes knuffel het op één na best verkochte merchandise artikel in de winkeltjes van het park. Leuk weetje, het beste verkochte merchandise artikel is in al die jaren, en volgens mij nog steeds wel, was dat het de fotoboekjes. Die zijn in ieder geval nog steeds heel populair, dus dat is leuk dat die toen al zo populair waren ook. In 2005 krijgt Pardoes een grote metamorfose, waardoor hij wat menselijke proporties krijgt. En vanaf 2007 wordt er ook gewerkt aan de wereld van Pardoes. 2 jaar later, in 2009, wordt besloten om de rol als huisstijlelement te stoppen. En verdwijnt Pardoes uit het logo en zien we hem ook weinig meer terug in drukwerk. Sinds 2011
is Pardoes een zelfstandig karakter met een eigen televisieserie, De Magische Wereld van Pardoes op Nickelodeon. Die zien we nu nog steeds, of die kun je nu nog steeds terugzien op YouTube. Ik ben hem nu aan het kijken, is best leuk om te zien. En ook is er een casting in 2011 voor een face character in het park in 2012. Echter vinden ze dit toch een beetje te eng en durven ze het niet helemaal aan. Dus uiteindelijk zien ze daar redelijk op het laatste moment toch nog vanaf. In 2017, daar opent Symbolica, een lang gekoesterde attractie rondom Pardoes. Daar gaan we veel meer over vertellen in een andere video, ergens over een paar jaar, waarin ik jullie alles ga vertellen over Symbolica. Maar ik ga straks wel nog even een ritje maken natuurlijk. Zoals dat gaat met veel mascottes, is ook Pardoes in de loop der tijd behoorlijk ontwikkeld in zijn uiterlijk. In de beginjaren, in 1989, had hij een vrij gezet postuur, een groot hoofd en grote voeten en was het echt nog een clowntje. In 1990, eigenlijk dus al een jaar later, werd hij al een beetje aangepast, kreeg hij een kleiner hoofd, zijn buik werd kleiner en zijn voeten werden kleiner. En er kwam een Efteling E op zijn buik, ook kreeg hij een riem, we gingen er wat bellen weg. En kreeg hij een lichtere neus en een kleinere mond, waardoor hij al ietsje menselijker, iets realistischer in ieder geval begon te worden. En in 1995 werd er flink gemoderniseerd. Het werd gewoon strakker en er zijn wat kleine details aangepast. Hij kreeg nog kleinere schoenen, nog minder bellen. En in het jubileumjaar 1997 kwam er een variant met een feestmuts. Ook in 1999 is er weer best wel wat veranderd aan Pardoes. Hij kreeg een nog slanker hoofd en een slanker lichaam. Hij kreeg een jonger gezicht en de riem die hij had, die kreeg ook een gesp. Verder kwam er een tweede variant met een tovenaarskostuum voor openingen, publiciteitsfoto's en publiciteitsvideo's. En er kwam een openingsact in enkele seizoenen. En verder kwam er een speciale hoek voor Pardoes in het Efteling Hotel. Waar we Pardoes ook weer terugzagen met een speciaal kostuum. Vooral als hij daar kwam groeten en daar had hij geen Efteling E, maar de P van Pardoes op zijn kostuum. En in 1999 begon de winter Efteling en dus kwam er ook een speciale outfit voor Pardoes in de winter. In 2000 hebben ze dit idee nog een beetje doorgetrokken en toen kreeg Pardoes een eigen outfit voor in Villa Pardoes met een golf outfit. Die was toch wel weer een beetje anders dan de Pardoes die we zagen op het Efteling Golfpark. En deze Pardoes is in de loop der tijd daarna ook niet meer meegeëvalueerd. Zoals we hem nu zien in Villa Pardoes is dus eigenlijk nog steeds die oude Pardoes. En ja, je ziet het ook wel als je hem nu ziet lopen. Hij ziet er wel anders uit dan de Pardoes in het park. In 2005 kwam er weer een restyle met een gereduceerde omvang. Dus hij werd nog wat kleiner en hij kreeg een kleiner hoofd. Verder kreeg hij de Bordeaux-rode outfit zoals we die nu kennen. Met een cape, een buidel en een muts. In 2005 kwam er ook nog een variant op het tovenaarskostuum met een extra mantel. En ging de P van Pardoes, werd helemaal vervangen door een E. Ja, toen werd hij dus echt een op zichzelf staand karakter en niet meer de Efteling mascotte. En daardoor kreeg hij deze aanpassing. En we zagen hem vooral bij het hotel en in parkshows. In 2005 werd er aan de winteroutfit weinig veranderd. Alleen er kwam nog een sjaal bij.
En tot 2014 is dat eigenlijk blauw gebleven en daarna werd die sjaal bruin met een initiaal erop. Vanaf 2017 is de Efteling E helemaal van Pardoes verdwenen, zijn de belletjes op zijn kraag vervangen door pluche balletjes en in 2023, afgelopen winter, hebben we gezien dat Pardoes een nieuwe winteroutfit kreeg. Dan heb ik nog wat leuke feitjes over Pardoes. Pardoes was onderdeel van het verhaal in het Huis van de Vijf Zintuigen in 1995 en 1996. Uiteindelijk stond de Efteling hier toch niet helemaal achter en hebben ze hem vervangen door het zusje van de koningszonen. En we vinden Pardoes nog op een aantal andere plekken in het park natuurlijk. Zo zien we zijn beeld op de Pardoespromenade sinds 2000. Hij staat heel groot in Eftelingen. We vinden hem in de foyer van het theater. En we vinden hem natuurlijk in de Pardoes suite in het Efteling Hotel. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Vond jij het nou een leuke video? Druk dan even op het duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren. En druk even op dat belletje. Dan krijg je een melding als ik een nieuwe video online zet. Dan wil ik jou bedanken voor het kijken. En laat me even weten. Wat vind jij van Pardoes? Wat is jouw favoriete Pardoes outfit? En laat me weten hoe je erover denkt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag terug bij mijn nieuwe video. Tot de volgende keer. Doedeliokie.